Kanker tijdens de zwangerschap is niet zeldzaam en we schatten dat het ongeveer voorkomt bij 80 tot 120 patiënten in België op jaarbasis. De kankertypes die gezien worden, gediagnosticeerd worden bij deze vrouwen, zijn de kankers die we zien bij vrouwen van deze leeftijd. Met andere woorden, de zwangerschap op zich leidt niet tot bepaalde vormen van kanker. Met name, het zijn vooral borstkanker en hematologische aandoeningen die voorkomen bij zwangere vrouwen. Belangrijk is op te merken dat het beëindigen van de zwangerschap de prognose van de moeder niet zal verbeteren. De klassieke kankertherapieën tijdens de zwangerschap zijn heelkunde, radiotherapie, bestraling of chemotherapie. We hebben het meeste ervaring met operaties omdat veel zwangere vrouwen voor goedaardige aandoeningen worden geopereerd tijdens de zwangerschap. En daarbij weten we dat als we zorgen voor een goede gezondheid van de moeder tijdens de operatie, dat ook het kind daar wel bij vaart. Dus operaties tijdens de zwangerschap zijn absoluut mogelijk. Bestraling is ook mogelijk voor een groot stuk, omdat het kind afgeschermd wordt van de bestraling, van de stralen. Delen van het bovenste lichaam van de moeder, we denken dan aan de hersenen, schildklier, borsten, lymfeklieren, kunnen bestraald worden omdat ze op afstand liggen van de zwangerschap. Alleen in het derde trimester van de zwangerschap bereikt de zwangere vrucht een zodanig groot volume dat het eigenlijk dichter bij het bestralingsveld komt en dan is bestraling wel tegenaan gewezen. Maar dus tijdens het eerste en het tweede trimester is de afstand van het kind tot het bestralingsveld voldoende groot om eigenlijk veilig te kunnen bestralen. Chemotherapie is ook een heel belangrijke behandelingsmodaliteit tijdens de zwangerschap. En ook chemotherapie is mogelijk. Enerzijds omdat de placenta filtert en dus maar een fractie van de chemotherapie die bij de moeder aanwezig is uiteindelijk bij de foetus bereikt. Verder geven we ook chemotherapie na het eerste trimester. Tijdens het eerste trimester worden alle orgaantjes aangelegd en dit is de meest kwetsbare periode. Maar één keer dat die periode voorbij is, groeien de aangelegde orgaantjes alleen maar en dan is de invloed van chemotherapie veel minder groot. Dus ook chemotherapie is mogelijk. We volgen in ons eigen centrum meer dan 120 kinderen op die blootgesteld werden aan chemotherapie of radiotherapie. De voorlopige resultaten wijzen erop dat de kinderen het eigenlijk heel goed doen en dat ze niet kunnen onderscheiden worden van kinderen die niet tijdens de chemotherapie blootgesteld werden aan bestraling of chemotherapie. Dus we kunnen globaal gezien besluiten dat kankerbehandeling tijdens de zwangerschap mogelijk is. We moeten er eventueel nog voorzichtig zijn. We baseren ons op al vrij grote groepen, maar toch moeten die groepen van moeders en kinderen nog groter zijn en met een langere opvolging om daadwerkelijk te kunnen besluiten dat kankertherapie tijdens de zwangerschap mogelijk is. Maar met de huidige gegevens denken we dat dit absoluut mogelijk is en dat zowel therapie kan toegediend worden met aandacht voor de moeder en aandacht voor het kind.